En historicus Maarten van Rossum wil zo snel mogelijk een boosterprik. En even naar Maarten van Rossum, onze kwetsbare ouder in het gezelschap. Hoe kijk jij naar? Naar die boosterprik. Ik zag in een staatje in de krant dat we onder Bulgarije staan op het punt van frequentie van de boosterprik te hebben gekregen. Waarbij je dan weer niet begrijpt waarom dat in Nederland alweer zo frappant traag van start moet gaan. Dat begrijp ik niet. Omdat de griepprik, dat functioneert prima. Die heb ik al lang gehad. Bij de huisarts gewoon? Dat loopt als een trein. Nee, niet bij de huisarts, maar in een soort zaal. Dat maakt ook niet uit waar je dat in krijgt natuurlijk. Waarom kan het niet in hetzelfde tempo en via hetzelfde systeem als de griepprik georganiseerd worden? Ik neem aan dat die rotzooi in voorraad is, dus waarom niet? Het feit dat er operaties moeten worden afgezegd, dat was niet nodig geweest als 100% van de mensen zich hadden laten vaccineren. Het feit dat we nu zulke stevige maatregelen moeten nemen, die ook weer heel veel pijn doen, dat had toch niet of een hele andere mate noodzakelijk geweest als iedereen zich had laten vaccineren. Nou, dat is een duidelijke boodschap, Fleur Agema. Vindt u dat terecht? Nou ja, de hele Tweede Kamer heeft natuurlijk gezegd dat vaccinatie altijd vrijwillig moet zijn. En wat ik Hugo de Jonge vooral zie doen, is de aandacht afleiden van zijn eigen niet regeren. Hij leidt de aandacht af naar de niet gevaccineerden. Maar hij is niet begonnen met die booster op tijd. Hij is niet gaan investeren in de zorg. Hij heeft geen geld gereserveerd voor inhaalzorg. De ziekenhuizen krijgen de volgend jaar een volumegroeibeperking van 0%. Maar hij zegt, die problemen die je aanhaalt, en dat begrijp ik, die zouden er voor een groot deel niet zijn als meer mensen zich hadden laten vaccineren. Dan zouden die IC's veel minder vol liggen. Dat is toch een onmiskenbaar feit? Zeker, maar wat ik daarbij ook heel zorgelijk vind, is dat de helft van de mensen die in het ziekenhuis ligt wel volledig gevaccineerd is. En zij hebben zich veilig gedaan. Maar de kans van ongevaccineerden om te komen is veel groter dan van de gevaccineerden. 50-50 is het nu in het ziekenhuis. En hij heeft de mensen wel het idee meegegeven. Hij heeft 70%. Ik ben een grote vriend van Hugo de Jonge. Maar het is de flauwekul om Hugo de Jonge hiervan de schuld te geven. Het probleem waar wij in Nederland mee zitten is dat iets meer dan 10% van de bevolking, namelijk de niet gevaccineerden, verantwoordelijk is voor 70% van de IC-patiënten. En de helft, terwijl het toch maar iets meer dan 10% van de bevolking is, en de helft van de normale COVID-patiënt in het ziekenhuis. We hebben deze hele toestand hebben wij te danken aan de niet-gevaccineerden. Nou, wat ook de redenen voor de niet-vaccinering mogen zijn, maar dat is de primaire oorzaak van dit probleem. Ja. Nou ja, dat ben ik niet met u eens, meneer Van Rossum. Kijk, als die derde prik waar u zo op zit te wachten, als die tegelijkertijd gezet was met de griepprik, dan had de situatie op dit moment heel anders geweest. Nee, die was niet wezenlijk anders geweest. Ik heb iedere keer door mij heen gaan schreeuwen. Laten de deskundigen dit ook nog even zeggen. Ik denk dat ik meer aan uw kant sta dan u denkt, meneer Van Rossum. Dat geldt voor heel veel mensen, maar dat is aan op dit moment niet. Ik maak me heel veel zorgen om de situatie die nu aan de hand is. En u kunt iedere keer door mij heen schreeuwen. Maar geloof me, ik sta meer aan uw kant dan u denkt. We gaan nog even naar Joost. Een partij die in ieder geval heel transparant is steeds geweest over de eigen standpunten is de PVV. Zorg dat de mensen thuis blijven. U mag geen Russische roulette spelen met de gezondheid en de levens van mensen. Vaccineren moet natuurlijk altijd en alleen op vrijwillige basis. Als veel mensen zich vrijwillig laten vaccineren, brengt dat natuurlijk wel het moment dichterbij dat we onze vrijheid terugkrijgen en dat we die verschrikkelijke lockdown achter ons kunnen laten. Ten slotte de tweede en laatste motie, voorzitter, en die luidt als volgt: de Kamer, grote beraadslaging, verzoekt de regering per direct alle coronamaatregelen op te heffen en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Fleur Agema aangeschoven en Maarten van Rossum, even met jou beginnen, Fleur. Dat was 16 september, toen zei jouw politiek leider Geert Wilders alle maatregelen van tafel. Ja. Hoe zou Nederland ervoor staan als dat advies van Geert Wilders toen was opgevolgd? Nou, kijk, de situatie was toen natuurlijk anders dan nu. En ook als je ziet wat de regering nu doet, regels, maar niet uitleggen waarom, dan hadden we er inderdaad wel goed voor kunnen staan. Omdat wat ik vind is dat op het moment dat het virus Dat was alles open gegaan, hadden we eindeloos veel meer contacten tot midden in de nacht, dansen, feesten. Laten we wel wezen, die coronatoegangsbewijzen die werden ingevoerd 8 weken geleden. Toen was het aantal besmettingen 1600 per dag. Dat was op dat moment heel weinig. Dus u heeft het op een moment dat het op dat moment heel weinig was. Die coronatoegangsbewijzen werden ingevoerd en in no time ging het aantal positieve testen. Is dat de oorzaak van de besmettingen? Nou, het is mede wel een reden van de besmettingen natuurlijk. Hoe werkt dat dan? Omdat je je veilig waant.
Maar je waant je veilig op het moment dat je het corona-toegangsbewijs hebt. En op dat moment, ik heb het afgelopen zaterdag nog gezien in een cafeetje. Een paar meiden die hadden een verjaardag. En ze komen binnen met het corona-toegangsbewijs. En ze vallen elkaar vervolgens allemaal op de armen. Als, volgens de regels van Geert Wilders was de kroeg helemaal open geweest. Waren ze met nog veel meer mensen naar binnen gegaan. Ja. Hadden ze elkaar ook onder de nek gevallen. Maar op dat moment hadden we dus ook in moeten zetten op de boosterprik. Dat had ook allemaal eerder gemoeten. Ja, u denkt mij hier te kunnen pakken, maar ik denk dat het, dat het zo moet zijn... dat op het moment dat in de zomer zo'n virus bijna weg is... vind ik ook dat je alle regels moet opheffen, daar duidelijk in moet zijn. En op het moment dat je met zo'n start van zo'n coronatoegangsbewijs... het enorm omhoog ziet vliegen, dan moet je ook weer handelen. Is een kabinet wat alleen maar bezig is met regels... en er komen nog meer regels, maar niet bezig is met... Wat is zinnig om te doen? Maar wat is dan zinnig om te doen volgens u? Als de PVV het voor het zeggen had. Wat zou u nu in deze situatie, want het is niet makkelijk... Nee. Want we hebben nou weer een Zuid-Afrikaanse variant op ons dak bijna. Hè? Ik bedoel, hoe zou u het dan aanpakken? Nou, de basis van het virus is dat het overspringt als we contact hebben met elkaar. En... zoals heeft de regering dat ook in een stuk gezet vorige week. Zij noemde toen het woord ademcirkel. En het woord ademcirkel is zoveel beeldender dan anderhalve meter. Het betekent eigenlijk blijf uit elkaars ademcirkel. Maar komt u nou alleen met een ademcirkel? Luister even. Op het moment dat, dat we dus in deze situatie verkeren... dat binnen enkele dagen er een code zwart kan zijn in Nederland... zullen wij nu tegen elkaar moeten zeggen... wij blijven uit elkaars ademcirkel. We zetten een mondkapje desnoods op als we met elkaar praten. Ik heb de mensen in mijn omgeving gebeld. Mijn ouders leven niet, mijn grootouders leven niet... maar ik heb wel vrienden met obese. En tegen hen gezegd en op hun hart gedrukt... spreek met niemand af. Dat is zoveel duidelijker dan twee ministers... die allemaal regels staan af te kondigen. U vindt het misschien simpel, een ademcirkel... maar daar is wel waar het virus overspringt. Laten we eens even proberen hier aan tafel. Ja. Maarten, is dat een idee, praten over een ademcirkel? Ik heb het niet bedacht, de regering heeft het bedacht... en wil het er dus niet over hebben. Nou, dat weet ik niet, maar is het een oplossing? Dat is heel simpel om te zeggen dat het totaal anders moet. Want als je zeker weet dat het jouw verantwoordelijkheid niet is... en dat jouw eventuele adviezen ook niet gebruikt zullen worden... dus je wordt er ook niet op afgestraft. De Jonge en Rutte zitten met een totaal ander probleem... namelijk dat ze verantwoordelijk zijn voor een immens complexe situatie. Ik denk dat jullie met z'n allen eigenlijk voortdurend dezelfde soort van denkfout maken. Dat die regering die zou dat allemaal perfect moeten aanpakken... en precies moeten weten ook hoe dat in de toekomst gaat lopen. Geen idee. De wereld is vol van ontstekingshaarden. Dat kan alle mogelijke kanten opwaaien. Het idee dat je kunt wel zeggen, het moet urgent zijn en zo... maar dat is allemaal lulkoek eerste klas natuurlijk. Ze hebben geen flauw idee. Het kan binnen een paar dagen code zwart zijn. En het OMT heeft in feite ook voor de, laten we zeggen, middellange toekomst geen flauw idee. En dan zit er nog een heel ander probleem bij. En dat zag je heel aardig stuk bij Wilders, die op dat moment met de stemming van de dag dachten, we kunnen er wel vanaf. Dat dachten we allemaal. Het was ook en de situatie hoopte, van dat moment. En dat hoopten we ook allemaal. Omdat we volkomen misrekend hadden, namelijk de besmettingsmogelijkheden op scholen van kinderen die tot hun 12e niet gevaccineerd zijn. Vergeet dat niet. Want als je de hele bevolking rekent, inclusief de kinderen, zit je maar op 69%. Vandaar dat die haarden op die scholen zo groot zijn. Ik ben er al eens voor om ze toch open te houden. En er is volstrekt onvoldoende rekening houden met de mogelijkheden van de ongevaccineerden. Want wij dachten, als je op 85-86% zit, dat is eigenlijk ook internationaal hartstikke goed. Hè? En dat is volkomen onderschat. En zij zitten met de druk aan de ene kant van een samenleving die ervan af wil. Geert Wilders, hou ermee op, allemaal onzin. Dat is echt een heel ander moment. Kan die makkelijk zeggen. Laat Fleur reageren dan. Hij heeft een hele tijd de gelegenheid gehad om door te praten. Die heb ik nu even ook. Niet waar, zij hebben rekening te houden met de druk uit de samenleving. Ja. Maar meneer Van Rossum, de voortdurende woede van de horeca en de voortdurende opwinding van Jan en alle man die er eigenlijk van af wil. Ja, ik denk toch, meneer Van Rossum, omdat wij helemaal niet zoveel uit elkaar staan. Ik denk dat u zich ook zorgen maakt over wat er in de ziekenhuizen gebeurt. Dat we allebei proberen een situatie te creëren waarin we niet komen, dat er geen plek meer is op de IC. En wat ik nu zie, is minister De Jonge die een totale obsessie heeft met niet gevaccineerde tieners. Nou, die krijgen allemaal prikafspraken, 120.000 per week. Vorige week, die week ervoor, deze week, volgende week. Allemaal omdat ze bang zijn dat ze met 2G straks niet meer mogen shoppen. Terwijl die 120.000 per week,
Die prikafspraken kun je ook geven aan mensen die boven de 70 zijn. Risicogroepers, mensen met hartfalen, mensen met obese. Ja, zeker. Maar dat, maar dat doet hij niet. Hij komt pas aan de risicogroepers in januari. Die boosterprik had op dit moment voor deze crisis geen fundamenteel verschil gemaakt. Jawel. Enige aard. Nee. Jawel, er zijn wetenschappelijke studies naar gedaan. Ook het hele idee dat wij het veel beslechter doen dan het buitenland is volstrekte onzin. In Duitsland is sprake van een nationale paniek in feite, ook omdat het vaccinatieniveau in Duitsland veel lager ligt dan in Nederland. In Duitsland zetten ze voor de kerst 27 miljoen boosterprikken. Ja. In Groot-Brittannië 15 miljoen, in België. Maar we hebben het nu even over de crisis die ontstaan is door de niet-gevaccineerden en door de maatschappelijke druk. Het aantal boosterdoses in de verschillende landen, dan kun je het vergelijken. En daar zit... Nou, Nederland begint net. Ja, dat doen wij, heel slecht. Maar altijd achterop lopen. Even over die boosterprikken. Het helpt niet, zeg maar, voor ons. Nee, maar ik ben het dus eens. Op dit moment helpt dat inderdaad niet. Omdat het even kost voordat die mensen inderdaad beschermd zijn. Het gaat nu niet direct acuut de druk op de zorg verlagen. Maar dan zijn we te laat. En ik ben het ook niet eens met de stelling dat de primaire vaccinatie... die is minstens zo belangrijk om die epidemie zo snel mogelijk in te dammen. Dus de eerste en tweede shot. Zeker niet. We moeten dat allebei parallel naast elkaar zo snel mogelijk gaan doen. Dat gaan de GGD'en ook weer doen. Die gaan snel opschalen nu weer. Maar je kan echt niet zeggen, laat de booster prevaleren boven de primaire vaccinatie. Want die primaire vaccinatie die gaat gewoon even duren. Maar die is ontzettend belangrijk. Maar we zien de tieners die nu bang zijn dat ze over een paar weken vanwege 2G niet meer kunnen shoppen. Die zien we natuurlijk zeer zelden in de ziekenhuizen. En wat je nu ziet is bijvoorbeeld dat het aantal tachtigers... er liggen nu meer tachtigers in het ziekenhuis met corona dan voor de hele vaccinatie. Maar die tieners verspreiden het wel. En die kinderen, we verspreiden het allemaal. Gevaccineerd, ongevaccineerd. We verspreiden het allemaal. Maar goed, het en we hebben ons veilig gewaand. Hè? De mensen die gevaccineerd zijn, wanen zich veilig. Ja, ook maar mee... zijn het dan misschien niet, hoewel ik nog steeds me best veilig voel met mijn vaccinatie. Maar dat is ook een deel. Laten we even. Nou, maar ik vind dat heel belangrijk. Ja, maar ik ga u even afronden, want we moeten nog over een heel ander groot hoofdpijndossier praten. Hey, Maarten, jij wilt dat jouw kleinkinderen naar school kunnen blijven gaan? Nou ja, ik heb het wonderlijke verhaal natuurlijk van mijn oudste kleinzoon. Die vond het een fantastisch idee dat de scholen dicht waren. Hij kreeg zijn huiswerk op de laptop om 8:30 s'ochtends. Hij was om 11:00 klaar en dan had hij de hele godganse dag vrij om met andere jongens fijn te gaan voetballen of te gaan spelen. Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel kinderen voor wie het inderdaad niet zo'n probleem is. Maar het punt is juist dat het verschillen vergroot. Ik heb dus de kinderen die het al moeilijk hebben. Om een brief aan Rutte te schrijven. Geacht de heer Rutte, ik kan de boel niet dicht blijven, want het loopt als een trein. Heeft u dat gedaan? Nou, voor heel veel graag en makkelijk lerende kinderen is het klassikaal onderwijs een enorme tijdsverspilling. Dat is nou een heel ander probleem dan waar wij het over hebben. Maar jongen, wat een gepruts is dat eigenlijk. Als je gewoon vlot en makkelijk leert. Ik denk dat gauw 50% van de tijd overgaat aan allerlei nutteloze dingen. Ja. Ik wil trouwens nog even terugkomen op het feit dat we alsmaar allemaal veel beter weten hoe het had gemoeten. Ja. Ik vind dat historisch volkomen onjuist. Dat staat zo los van de werkelijkheid. En van het feit, ik ben helemaal geen vriend van Rutte en Hugo de Jonge, maar ik had medelijden met ze. Want ze hebben het altijd gedaan. Ja. Als ze te vroeg opengaan, dan ontstaan er problemen. Ze zeggen, ja, ze zijn veel te vroeg open gegaan. Hoe kwam dat? Omdat er een enorme maatschappelijke druk is om vroeg open te gaan. En dan krijgen we dit. Ja, dit is helemaal verkeerd. Want ja, de schade is zus en de schade is zo, enzovoort, enzovoort. Dus zij zitten altijd gevangen in het dilemma tussen wat je precies kunt doen en wat de maatschappij acceptabel vindt. Ja, ondertussen schuift dat dilemma, want helemaal aan het begin waren we graag bereid om een paar maanden helemaal in de totale lockdown te gaan. We waren geschrokken enzovoort. Maar dat zijn we niet meer. En nu zie je dus dat tal van groepen eigenlijk het altijd onder alle omstandigheden beter weten. Ja. En als je nou nog zou kunnen bewijzen dat we het in Nederland helemaal verkeerd hebben gedaan. De oversterfte in Duitsland en in België is groter dan in Nederland. Ja. Maar goed, wat er als je kijkt, hè, want dat is ook vandaag vaak gevallen en ook hier aan tafel al, dat als we naar de toekomst kijken, daar missen mensen toch iets. We hebben allemaal het idee dat we achter de feiten aanhollen elke keer en dat ze pas echt in actie komen als we op die grafietjes een beetje onderaan... Dan iets erover vertellen. Nee, maar, is niet alleen een probleem ten aanzien van de toekomst van COVID. Dat is sowieso een probleem met de toekomst. Hoe zou je dat dan, want we hebben het nu over COVID, hoe zou je dat dan beter kunnen doen? En er werd vandaag ook zoiets gezegd over, misschien moet je team eens wisselen. Dat gebeurt ook bij een trainer als hij het niet goed doet. Dan wordt hij eruit gegooid. Het voetbal is nogal
manier hoe wij het management van het corona moeten aanpakken. Het team is één ding inderdaad, maar ik ben het wel eens dat we allemaal van onze lessen moeten leren. Wij als professionals, mensen in het OMT, het kabinet doet dit denk ik nu goed. Wellicht ook de Kamer, hoeveel vragen zijn nou echt relevant om te stellen? De pers, de media, wat is allemaal onze bijdrage in dit hele debat? Ja. Hoe zorgen we nou dat we samen hier uitkomen? Want we hebben samen deze gemeenschap. Je gaat naar een onderzoeksproject, je hebt de GGD verlaten, gaat nu werken met Jan Koopmans. Om juist aan die lange termijn te werken. Ja, onder andere. Dat hopen we inderdaad te kunnen doen in Lessons Learned. Maar ik denk ook dat het goed is dat er één iemand komt die echt het totale overzicht heeft. Want dat heb ik ook op verschillende plekken al gezegd. Dat het best wel ingewikkeld is dat het OMT adviest over de korte termijn dingen. Gezondheidsraad over de vaccinaties. En dan is er nu een andere groep die nadenkt over de inzet van antivirale middelen. Het zou gewoon heel fijn zijn als dat even onder één grote... Maar dan nog zit je met het feit dat COVID een planetair probleem is. Absoluut. Ja. We kunnen je eindeloos... Maar je kan wel werken met scenario's. Dat we het beter of slechter doen. Je kan wel, dus maar zolang natuurlijk landen als Brazilië, de Verenigde Staten, ook heel dubieus, heel Afrika als continent... is dat toch in feite... Daar ben ik het mee eens. Maar wat we wel kunnen doen, is kijken of we... KNW heeft pas een mooi rapport gepubliceerd samen met de WR. Er worden een aantal scenario's uitgewerkt. Dan weet je wel met z'n allen van... dan neem je de maatschappij mee in wat er allemaal nog op je af zou kunnen komen. En dat je dus tussendoor steeds bij moet sturen. Dat is de lange termijn, maar op heel korte termijn... Er is nieuws. Daar ga ik naartoe. Dat was mijn bruggetje. Ze hebben besloten alle maatregelen in te trekken. Ja. De GGD, jouw ex-werkgever kunnen we zeggen, Anja, verwacht dat 85 van de 600 passagiers uit Zuid-Afrika besmet zijn met de nieuwe variant. Ja. Dat lijkt wel. Als dat zo zou zijn, Patricia. Ja, wat betekent dat? Dan moet je ze heel snel in quarantaine zetten en goed in de gaten houden dat ze daar blijven. Zodat ze niet de samenwerking... Alles heeft 100, zeg jij. Ja, ik zou zeggen allemaal. Maar er wordt toch heel goed naar gekeken dan, hoor. In een vliegtuig hebben we strakke maatregelen voor wie heeft naast wie gezeten. En wat zijn de nauwe contacten? En die gaan allemaal in quarantaine. Ja. Ja. U gaf trouwens nog een heel leuk voorbeeld met het 100 kilometer rijden. Ja. Want iedereen die weet op die wegen waar geen kastjes zijn... en waar geen trajectcontrole is, rijden Nederlanders als gekken. Daar wordt geen mens houdt zich aan die 100 kilometer. De politie heeft nu al gezegd dat die 1,5 meter... daar gaan ze niet handhaven, want daar hebben ze de mankracht niet voor. Ja. Dus... feit is ook dat een groot deel van Nederland eigenlijk vindt... het is klaar, we hebben er geen zin meer in. Maar dan toch boos is als de effecten van een dergelijke houding... leiden tot deze persconferentie. Ja. Even een laatste vraag voor jou, Anja. Maar even over, ik ben wel benieuwd naar de hobby's... misschien de corona-hobby's van jullie hier aan tafel. Is iemand wat anders gaan doen door de lockdowns? Nou, vorig jaar in het alle begin ging ik veel PlayStationen. Ah. Call of Duty. Maar daar ben ik ook wel mee gestopt, hoor, op een gegeven moment. Maar corona was mijn hobby. Corona, je moest altijd werken, bedoel je? Nee, dat sowieso. Maar ook alle coronadata, die websites, vond ik heel erg interessant. Daar probeerde ik een beetje hoop uit te putten als de vaccinatiegraad omhoog was gegaan. Dan kan je al die landen met elkaar vergelijken, beleid, wat werkt. Daar kon ik eindeloos kijken. Ik hoor wel mensen die als een dolle zijn gaan koken. Een kookmachine zo? Fleur? Nou, ja, ik vind wel... ik ben wel de snelkooppan van mijn... mijn moeder had mij de snelkooppan gegeven. En die heb ik natuurlijk nooit gebruikt, want ik was altijd aan het werk. En daar kwam toen tijd en gelegenheid voor. En dat begint aardig wat te worden. En de podcast van Maarten van Rossum, die ben ik heel veel geluisterd. Ja, het was heel nuttig om daarnaar te luisteren. Want het is vrijwel allemaal even verstandig wat ik daar te melden heb. Ja, vrijwel. En dan word je ook niet onderbroken. Dat is ook... Dat is wel een heel belangrijk... Dat dacht ik al. Chronoloog. Af en toe de neiging om mij toch te opbrengen. Nou, terug naar de Maas. Ja, terug naar de Maas. Ja, we gaan helemaal van de kat zijn viool, toch?